afgelopen jaar hebben we een nieuwe commissie gekregen en een nieuw parlement hier in Brussel. En zij zitten vol met ideeën die ons heel direct aangaan. Wat ons samenbrengt hier is toch de Europese agenda voor de toekomstige economie. Daarvoor is Brussel bij uitstek een ontmoetingsplaats. En het is mooi om deze receptie te hebben waar politici, beleidsmakers, ondernemers bij elkaar komen om over die agenda van gedachten te wisselen. Ik ben hier elk jaar. Prachtig altijd. Een hele gemeenschap van mensen uit Nederland vaak, maar ook uit het buitenland, die zich druk maken voor de EU. En ja, ik hou van de EU. Dus ik ben hier graag. Ik ben hier gekomen om juist die brugfunctie te slaan tussen wat hier gebeurt in de Europese Unie en in Nederland. Dat is de reden waarom ik hier ook op deze receptie sta. Ik kom hier al jaren omdat dat dé plek is om op te komen voor de belangen van de Nederlandse winkeliers. De Europese Commissie heeft op de agenda gezet duurzaam en digitaal. En dat zijn twee grote veranderingen in onze economie en samenleving. Veel mensen zien dat als een risico. Maar volgens mij hebben wij de mentaliteit in Nederland dat we het omzetten in een kans. Voor mij is het een heel grote kans voor Nederlandse ondernemers. Met nieuwe ideeën, nieuwe technologieën. Om ervoor te zorgen dat we een nieuwe economie krijgen. En dat zorgt ervoor dat wij welvarend in Nederland blijven, ook voor de toekomst. Belangrijk op de Europese agenda dit jaar voor de zeevaart is de Green Deal, de financiering daarvan en de focus op innovatieve technologieën. Ja, belangrijk voor ons zal de agenda zijn op het gebied van digitalisering, data, artificial intelligence. En dan is het zowel belangrijk om veel aandacht te besteden aan innovatie, maar ook aan een aantal onderwerpen die daar heel direct mee te maken hebben, zoals privacy en talent voor artificial intelligence. Het belangrijkste van vandaag, onze ondernemersagenda. En die heb ik in Europa neergelegd bij mijn vrienden van SME United, de koepelclub waar MKB ook bij hoort. En die hebben mij verteld dat zij onze ondernemersagenda gaan gebruiken als een blauwdruk voor die van hun. Voor SME United wordt het dit jaar heel belangrijk om de MKB-strategie op de agenda te hebben, te houden en ook te laten uitvoeren. Dat betekent dat wij willen dat er in elk beleidsdomein eigenlijk aandacht besteed wordt aan het midden- en kleinbedrijf. Ja, een van de belangrijkste zaak die de EU moet regelen is zodanig klimaatbeleid dat burgers en bedrijven er blij van worden. En niet de boel uit elkaar laten drijven, maar juist de boel bij elkaar houden. Dat is het belangrijkste wat de EU te doen staat.